het meest zichtbare was wel dat de mijn agenda half maart, die werd in één klap schoongeveegd. En dan kwam alles wat met corona was voor in de plaats. Dus allerlei crisisoverleggen, afspraken gingen opeens alleen nog maar via de telefoon of via beeld bellen. Het maken van communicatieboodschappen via filmpjes bijvoorbeeld, gericht op mensen. En het was echt heel apart om te zien hoe dat in één klap veranderde. Ik kan me nog herinneren, die zondagavond, 15 maart was geloof ik, werd rond 17:30 aangekondigd, de horeca moet dicht. En om 18:00 ging die gewoon dicht. En wij moesten eigenlijk dat nog juridisch, moest dat nog een maatregel komen, want het kabinet kondigde het aan. En dat moest dan de dagen erop ontzettend snel gaan. Dat tempo waarin alles leeg werd, niet alleen mijn agenda, maar ook op straat, gebeurtenissen niet doorgaan. Dat is me wel het meest bijgebleven uit die periode. Nogmaals, ik had druk genoeg met de crisis aan te pakken, maar dat echte contact met je burgers, dat is wel heel erg op afstand geraakt. Zeker in de beginperiode had ik elke week wel een bepaald filmpje, soms algemeen, soms op een bepaalde doelgroep, dus een keer op studenten gericht, op horeca ondernemers gericht. Ja, en je kan natuurlijk mensen nog altijd bellen als er iets bijzonders afspeelt in hun leven, maar het is wel beperkt hoor. Wat ik een hele spannende heb gevonden is, hoe handhaaf je nou met mensen die bij elkaar komen en op minder dan 1,5 meter. Iets wat we normaal allemaal prachtig vinden. Het is toch gewoon leuk als er mensen in het Goffertpark bij elkaar zitten. Ja, nu mocht dat eigenlijk niet. Nou, hoe streng ga je daar nou mee om? Ga je dan gelijk boetes uitdelen of informeer je alleen mensen? Nou, daar moet je echt wel een keuze in maken. En uiteindelijk komt die keuze wel bij mij op het bordje terecht. Mm-hmm. Ja, oké, okay, begrijp ik. Goed, oké. Okay. Dan zien we elkaar dan. Wat ik heel erg mooi vond om te zien is dat de boodschap, zeker in maart en april en mei, die was kraakhelder. We willen corona verdrijven, we willen ervoor zorgen dat de ziekenhuizen niet overbelast worden. Dus dan heb je ook gewoon een gezamenlijk belang. Er is geen tegenstelling tussen lokaal en landelijk op dat pad. En nog veel meer wat we mee blijven is toch wel de ongelooflijke snelle omschakelingen half maart. De rust op straat. Die laatste weken van maart, begin april, Frank Boeij heeft er zelfs een mooi lied over gemaakt in die periode. En dat is echt opmerkelijk. En mag ik het misschien zeggen, soms verlang ik nog wel eens naar die rust terug. Want het had wel ook iets invloed. Het was heel ernstig. Mensen werden ziek. Er gingen veel mensen dood. Maar iedereen besefte ook dat er wat op het spel stond. En het gaf ook wel gelegenheid tot wat bezinningen, denk ik. Dus je kondigt leuk nieuws aan. En vervolgens was er meer discussie dan toen we geen leuk nieuws aankonden. Vond ik een heel apart contrast. Hè? Dus in maart, april was er eigenlijk grote overeenstemming. De straten waren leeg. Mensen hielden zich heel erg goed aan de regels. En toen we het makkelijker, leuker gingen maken, ontstond er meer debat. Dat is wel een psychische omschakeling die ik even heb moeten maken. En niet alleen ik, maar mijn collega's allemaal. Ik merk dat ook wel dat ik in de weken in eind mei, juni, wat ik aan mails ontvang, die zijn bijna allemaal kritisch. Terwijl in de eerste fase dat reuze meevielen, waren mensen gewoon vol lof, heel goed en je bent duidelijk en jullie pakken het aan en het is van belang. Dat is wel heel apart om mee te maken hoor. Het veiligheidsberaad dat bestaat eigenlijk al vele jaren en daar zitten alle voorzitters van die 25 veiligheidsregio's in en die vertegenwoordigen weer alle andere burgemeesters. En wat we in deze coronatijd vooral daar hebben gedaan is afstemmen. Wat willen wij landelijk een regel hebben of waarvan zeg je, nou dat mag eigenlijk best wel lokaal of regionaal afwijken. Ja, landelijk ben je natuurlijk veel meer bezig om te coördineren, om te zorgen dat je als veiligheidsregio's op één lijn zet. Af te stemmen met het kabinet. Het kabinet bepaalt wat de maatregelen zijn. Maar wij hebben als veiligheidsregio's verstand en de mensen in dienst hoe je een crisis moet aanpakken. Dat is ons ding. Daarvoor zijn we opgeleid. Dat begrijp ik. Ja, ik heb het hier allemaal voor me liggen. Nee, dat lijkt me dat voldoende. Kijk, in het overleg van de 14 burgemeesters in Gelderland-Zuid, daar kijk je vooral hoe je landelijk beleid via die noodverordening, hoe je die moet uitvoeren. Dan kijk je bijvoorbeeld, als het heel erg druk is op een zondag op de dijk of in de uiterwaarden, hoe doe je dat? En dan beslis je bijvoorbeeld, dat hebben we meegemaakt, bijvoorbeeld rond Pasen, of bepaalde wegen wel of niet opengesteld mogen worden. Om te zorgen dat mensen toch gezellig naar buiten kunnen zonder dat die 1,5 meter in het gedrang komt.
komt. Dus daar zit je echt heel erg concreet te kijken van hoe pakt dat uit in de regio, hoe zitten bepaalde wegen, moet je die wel of niet afsluiten of beperken qua toegang. En dat moest je dus ook vaak van dag tot dag bekijken. Hè. Dus soms gebeurt het niet eens alleen dat je bij elkaar zit, maar dan moet het even snel via de mail, hè, van oh, we hebben nu een probleem met daar, dan moet nu een besluit worden genomen. De 17e, hè? Ja. We kwamen heel vaak bij elkaar, hè. In het begin zelfs 2 keer per week en later 1 keer per week. En dat loopt nog steeds, want je ziet dat er nog steeds vragen en antwoorden komen. En naarmate er zelfs meer versoepelingen komen, komen er meer vragen op. Dus we hebben dat overleg ook echt nodig om het voor de burgers zo helder mogelijk te houden. En het was al af en toe complex, maar om het zo helder mogelijk te houden, moet je ook daar met z'n 25 overleggen en het eens worden.